Suriname is zeer rijk aan moedertalen, zei inleidster Vanita Ramnat zaterdag tijdens de online lezing Gevoelsuitingen in de Surinaamse muzieksoorten van de Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen. Ramnat, die op dit moment aan het promoveren is in taal en communicatie met een nadruk op songteksten in vergelijking met meerdere gekoloniseerde landen, meent dat Suriname niet minder dan 22 moedertalen heeft. Tijdens de lezing analyseerde Ramnat op boeiende wijze verschillende songteksten, waaronder historische teksten zoals het nummer Kolkata Mijn Barti Huwais van Hari Seobalak. Het lied vertelt het immigratieverhaal vanuit Calcutta, India, via de boot naar Suriname en hoe de werkzaamheden op de plantages plaatsvonden. Immigratie ervaren wij als groep en we zien het als onze. We beschouwen het als onze, want nog steeds, na zoveel jaren, vieren we het nog steeds. En we herdenken deze dag nog steeds. En nog steeds praten we over hoe die reis naar hier was. Is het wel de moeite waard geweest dat onze voorouders hier zijn gekomen? Is het niet? Er zijn nog zoveel discussies gaande daarover. Dus die hele immigratie op zich en dat we het herroepen als het onze, dat is een stukje culturele herinnering. En daarvoor leent dit lied zich ontzettend goed. Verder zien we ook vaderslandsliefde in dit lied, want er wordt ook gezegd van, kijk, eigenlijk zijn we kinderen van India. Nu hebben we onze eigen identiteit hier. We zijn Surinamers. En ga niet weg. Kom terug en blijf in je land. En dat heeft natuurlijk die dubbele immigratie te maken. Dat je bijvoorbeeld, we hebben gehad dat heel veel mensen natuurlijk ook naar Nederland zijn vertrokken. In de muziek komt de integratie van talen steeds meer voor. Vooral in Suripop is dit het geval. Ook het voorkomen van leenwoorden en culturele herinneringen zijn steeds vaker aan de orde. Ramnat meent dat we met deze ontwikkelingen ook internationaal kunnen gaan scoren. Want het is echt onze proud. Weet u, we moeten heel trots erop zijn, onze trots. En gevoelsuitingen, u ziet het. Taal en muziek gaan echt samen. En ik denk dat muziek een van de beste manieren is om je gevoel te uiten. Zeg, ga maar schrijven en dat zien we terug in die liedteksten. En ik zeg, er is nog veel meer aan de winkel, heel veel werk aan de winkel, want heel weinig is vastgelegd. Er is nog zoveel onderzoek dat gedaan kan worden, omdat we gewoon een multicultureel land zijn met heel veel talen. En het is jammer als culturele elementen, maar ook talen, verloren zullen gaan, alleen omdat het niet vastgelegd is. Rosita Ednel brak een lans voor de gebarentaal die nog niet erkend is in Suriname. De gebarentaal is de enige taal die doven spreken en zij hoopt dat dit eens een wettige taal wordt voor de doven. Met de lezing afgelopen zaterdag hoopt de associatie een aanzet te geven tot een gerichte discussie over betere taal- en muziekonderwijs in ons land.